de finale. Terwijl wij kijken naar de beide teams die zich opstellen. Links in het thuistenu uiteraard in de rode shirts SCAC. En aan de rechterkant drie keer. En nu de push van Palmer laag. Maar goed gezien door Maartje Cox. Mieke Hulsen heeft Liedewij Welte weggestuurd. Is veel sneller dan Kaya van Maasakker. Liedewij Welte. Ah, verspeelt die bal. Krijgt hem weer terug in de cirkel. Met de Van Maasakker kans nu voor Liedewij Welte. Haalt uit, maar een goede redding van Maartje Cox in het doel van SCAC. Mooie actie van wat vorige week landskampioen werd ten koste van Amsterdam. Bij Margot van Geffen die de bal moest stoppen voor Paume. De bal, de push van Paume. En dan is hij erin. Ja hoor, het is een doelpunt. Het is 1-0 voor Den Bosch. De tweede strafcorner voor Den Bosch wordt benut door Maartje Paume. Heel langzaam ging de bal in het doel. Dus geen geweldige push van Paume. Ging een beetje rechtdoor. En Maartje Koks verkijkt zich daar op de bal. En ook Kaya van Maasak op de lijn is kansloos bij die bal. Die via de handschoen van Maartje Koks in het doel. En je ziet daar nog. De push van Paume. Oh, weer een goede redding van Koks hoor. Ja. Dezelfde hoek als de eerste. Van de Pols. Goede paas richting Roos Drost. En daar een strandbal. Nou ja. Protesten natuurlijk bij Maartje Paume. Maar scheidsrechter Wilson uit Schotland vindt het een opzettelijke overtreding. Is niet te vermurwen zo te zien. En Roos Drost krijgt hem los. Op het fluitje. De push van Van Maasakker. En het is een doelpunt. Ja, ja, het is 1-1. Felicitaties van Dirkse van Heuvel voor Kaya van Maasakker. Balen van Josien Koning. Maar goed, de strafbal is moeilijk natuurlijk. Ze koest hem wel goed in de hoek, denk ik. Van Maasakker. Belangrijk moment, ze is blij. Serbo. Seconden tikken weg hier in Beeldhoven. Daar nog een kansje. En dan gaat de toeter, u hoort het. Dat betekent dat er niet meer gescoord is in het vierde kwart. En dat we ons gaan opmaken voor de shootouts. Voor de tweede shootout voor Den Bosch. Maartje Cox met Lieke Hulsen. Ja, heel makkelijk door hoor, Lieke Hulsen. Jeetje, kijk dat gebaar eens even zeg. Het is voor Roos Drost om te scoren. Oeh, en daar tikt Josien Koning die bal heel makkelijk weg. En is de misser van Roos Drost een feit. Ja, Jansen scoort, dan wordt het 4-2 voor Den Bosch. Met nog één shootout van SCC te gaan. En dat is niet meer te doen. Jibby Jansen, oog in oog met Maartje Cox. Jansen met Cox. Gaat wel heel dichtbij op Cox. En de bal gaat naast. Oh, wat een toestand. Het blijft 3-2 voor SCAC. Na deze misser van Jibby Jansen naar Den Bosch te brengen. Eerst Claire Verhagen tegenover Josien Koning. Claire Verhagen die mist die bal en dan is het afgelopen. Tja hoor. Jongen, wat een misser zeg van Claire Verhagen. En een goede reactie van Josien Koning. In het doel van SCAC, of van Den Bosch. En Den Bosch wint deze Europa Cup. Nadat de shootouts met 3-2 zijn gewonnen door de Bosse ploeg.